Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het is wisselend bewolkt boven Nederland. De stroming is noordelijk en dat betekent dat de wolken die we ten noorden van ons land zien ook weer over ons land gaan trekken. Dus vaak zullen toch wolken de overhand hebben en van tijd tot tijd valt er ook wat lichte regen. In de vorm van een paar buien. Temperaturen tussen de 12 en 13 graden vanochtend, vanmiddag oplopend naar zo'n 16 graden maximaal. Hier en daar een beetje zon, hier en daar ook een lichte bui, met name in de oostelijke helft van het land. Er staat een stevige wind bij zee, daar waait het krachtig uit het noordwesten. Ook vanavond nog, dan is het op de meeste plaatsen droog. En in het noorden zien we dan de meeste wolkenvelden, in het zuiden wat meer opklaringen bij temperaturen tussen 12 en 14 graden. Morgen wordt het 18 tot 20 graden met een matige wind uit het westen. En bij zee nog even een vrij krachtige wind. De zon schijnt geregeld. In het binnenland ontstaan wat stapelwolken en lokaal valt misschien een enkele bui. Dat is donderdag ook het geval. Dan bij temperaturen tussen 19 en 22 graden. Vrijdag is het wat onzeker. Het kwik zou even nog wat verderop kunnen lopen. Maar dan worden de buien ook wat pittiger met in de middag en de avond kans op onweer. Blijft het wat koeler, dan zijn de buien ook wat minder zwaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.